Hi, welkom. Even een gesprek, zoals ik vorige week ook met Dennis had. Nu weer vanuit een hele andere invalshoek. Vorige week hebben we het gehad over het politiegeweld, maar vandaag gaan we het over iets mooiers hebben. En dat gaat voor een deel over journalistiek, maar ook persoonlijk verhaal. En vooral over hoe je mensen uit hun angst kan halen en wat er nou op die teststraten gebeurt. En dat klinkt als een heel groot verhaal, maar toen je het vertelde, Johan, toen had ik echt het gevoel van, ja, ik denk dat het heel nuttig is als wij hier allemaal wat van leren weten of van kennis nemen. En het mooie is dat jij journalist bent en dat je het heel goed kan vertellen. Je hebt het inmiddels in een column geschreven, maar het leek me zo'n mooi verhaal dat het ook een goed idee is om het misschien in jouw eigen woorden te vertellen en dat je daar een beetje context aan geeft. Dus hoi Johan. Hey, hoi, ik ben in Groningen. Ja. We hebben het over de media gehad, over journalisme en daar weet je heel van, want dit is je werk. Ja, dat is een deel van mijn werk. Ik ben ook nog weerkundige. Dus veelzijdige werkzaamheden. Ik ben zelf 2 weken heel angstig geweest toen ik onze minister-president hoorde zeggen van velen van u zullen besmet worden met het virus. Ik heb zelf een longaandoening. Dus ik dacht echt, ja, er is een hele grote kans dat ik doodga aan dit virus. Dus ik ben twee weken echt heel angstig geweest. Maar dus boodschappen afstoffen en zo, nou, je kent het allemaal. En daarna begon, toen de angst een beetje was ingedaald, begon toch te kriebelen. En ben ik toch maar eens wat onderzoek gaan plegen. En nou, dat is eigenlijk vanaf eind maart is dat begonnen. En toen zat ik nog niet gestopt. En ik denk dat jij met het verhaal. Zodoende was ik ook bij die middag van voor de vrijheid in het Stadspark. Om eens te kijken, hey, wat voor mensen zijn dat? En ik had gehoord dat jij kon spreken. Dus ik, ook vanuit mijn. Niet alleen vanuit mijn interesse, maar ook vanuit journalistiek open, dacht ik, ik wil eens kijken wat hier gebeurt. Nou, daar hebben we elkaar even ontmoet, met elkaar gesproken. Wat mijn grote verlang is, los van het hele corona-verhaal, ik wil graag liefde en waarheid. Ja, dat sluit heel erg natuurlijk bij jullie missie aan. Liefde en waarheid de wereld inbrengen. Dat is wat ik doe met mijn kinderen, met mijn buren. Dat is wat ik graag wil. Dat is mijn grote verlangen. En ik vertelde jou een verhaal, daar heb ik een blog over geschreven. En ik denk dat je daarop doelt, hè, dat ik eergisteren bij het UMCG was. Klopt dat? Dat verhaal, ja. Toen heb je nog een keer een column gestuurd en dacht ik, ja, dit moet de hele wereld weten eigenlijk. Nou ja, weet je, ja, ik was onderweg naar het UMCG. Ik had daar een afspraak en ik reed daar de parkeergarage in. En ik zocht daar een plekje en dan zocht nog iemand een plekje. Een mevrouw in een grote zwarte Audi 80. En ik parkeerde eigenlijk recht tegenover haar. Maar zij parkeerde in een gebied wat bijna helemaal leeg was. Maar was allemaal afgeplakt, afgerast met grote zwarte tape. Dus toen ik uitstapte en die mevrouw stapte uit. Toen zei ik tegen die mevrouw, nou ik weet het niet. Maar ik hoop niet dat u straks een boete krijgt. Want het is allemaal afgeplakt hier en er staat verder niemand. Dus volgens mij mag je niet parkeren. En toen zei die mevrouw, ja, ik mag je wel parkeren. En toen keek ik even goed. En hoe had ik het kunnen missen? Maar boven alle zwarte lint en zo, daar stond dat er parkeerplaatsen gereserveerd waren voor de coronatesttent. Die schijnt daar dus ergens te zijn. En dus toen zei ik tegen die mevrouw, oh, u denkt dat u corona heeft, hè? Was een vrouw van middelbare leeftijd. En die mevrouw die kwam een klein beetje naar me toe en die zei, ja, ik denk dat ik corona heb. Maar de blik in de ogen van die mevrouw, ik zal het nooit weer vergeten. De blik was, het zat rood omrande ogen alsof ze net had gehuild. En dat voel je dan intuïtief. Hè? Van, met deze vrouw moet ik even kletsen. Dus ik zei, goh mevrouw, wat zal het spannend zijn dat u dat idee heeft. En zei ze, dat is ook zo. En toen zei ze, bent u bang voor de uitslag? En toen zei ze, ik ben er heel erg bang voor. En ze zei, want ik ben de hele winter ben ik al ziek. En ze begon een heel warm verhaal te vertellen over toen ze kind was. En dat ze allerlei aandoeningen had. En in het verpleeghuis en in het buitenland was geweest. In bepaalde oorden en zo. En toen zei ze, ja, en ik ben nou de hele winter al ziek. En weet je, en mensen met onderliggende aandoeningen gaan eraan dood. En ze praatte maar door.
En toen zei ik tegen mevrouw, maar mevrouw, mag ik u een vraag stellen? Zei ze, ja. Ik zeg, wat denkt u? Dat hoe oud is de gemiddelde leeftijd van een persoon die aan of met corona overlijdt? Zei ze, ja, ik weet het, jongen, ik weet het, die zijn oud. Maar ik zei, hoe oud, mevrouw? Wat denkt u? Hoe oud? Vertel me zijn getal. Ze zei, is nou 60, 62 jaar. Serieus, ik schrok. Ik zei, mevrouw, hoe oud bent u? Ze zei, 65. Kun je nagaan, hè? Die vrouw, die denkt dat ze daar zelf in zit. Ik zei, mevrouw, dan heb ik geruststellend nieuws voor u. Ik zeg, want de gemiddelde leeftijd van iemand die overlijdt is 81 jaar. En toen probeerde ik nog een luchtig grapje te maken. En het zijn ook nog meestal mannen. Het zijn meer mannen dan vrouwen, maar het grapje is wel waar. Ik zeg, en die mensen liggen allemaal, of heel veel mensen liggen in een verpleeghuis of in een verzorgingshuis. Maar die mensen hebben allemaal één ding gemeen. Ze zijn allemaal, ze hebben een onderliggend iets. Ze hebben al een ernstige aandoening. Vaak zelfs meer dan één. En die mensen hebben allemaal een beperkte levensverwachting van nog een aantal maanden tot anderhalf jaar. Dat zijn de cijfers. Dat loop ik hier niet uit mijn mouw te schudden. Ik ben journalist, ik doe het onderzoek naar. Dat zeggen de cijfers. En wat er toen gebeurde, Willem, ik zal het wederom nooit vergeten. Die vrouw begon te huilen. Ze barstte niet in snikken uit en ze werd niet hysterisch. De tranen biggelden onophoudelijk. Ik moest zelf ook verhuilen. De tranen biggelden onophoudelijk over haar wangen. En ze zei, meen je dat echt? Meen je dat echt? Ik zei, ja mevrouw, dat meen ik echt. Ze zei, oh, zei ze. En ze bleef maar, de tranen bleef maar komen. En ik moet even denken wat ik toen tegen haar heb gezegd. En en toen zei ik, mevrouw, in Nederland, echt niet. Wat ze probeerde te vertellen. Ik zeg, want de media en onze regering proberen dit juist te doen. Proberen ons bang te maken. Waarom? Ik weet het niet. Maar met bange mensen kun je alles doen. En ik heb het idee dat ze wat dingen proberen te doen en gebruik maken van mensen die bang zijn. Maar dit is wat ze doen. Maar het is, u gaat niet dood, mevrouw. Echt niet. En toen zei ze, nee, denk je echt niet? Denk je echt niet? Nee, mevrouw, ik denk het echt niet. Ik ben ook 2 weken heel bang geweest. En toen zei ze, jongen, wil je met me meelopen naar de teststand? Nou, ik had een afspraak. Ik zei, mevrouw, ik loop een stukje met u mee. Ik ben een stukje met u meegelopen. En toen vroeg ze nog halverwege de trip van, denk je echt? Denk je het echt niet dat ik er aan dood ga? Denk je echt niet dat ik het heb? Ik zei, mevrouw, nee, ik kan u echt geruststellen, mevrouw. U heeft er niet, en nogmaals, en u gaat er zeker niet aan dood van. Hier staat een vitale vrouw tegenover mij. U hebt gewoon een normaal gewicht. Hier staat een vitaal mens tegenover mij. Dus ik zeg, ik kan u echt geruststellen. En toen droogde ze haar tranen. En ze liep weg. En ze zei, wat ben jij lief. En ze liep uiteindelijk met een klein glimlach. Ik zag het echt goed. Ze liep met een klein glimlach. Ja, daar heb ik net de teststraat. Maar toen moest ik huilen. En ik was eigenlijk heel blij dat ik iets voor deze mevrouw kon betekenen. Maar ik was ook een beetje boos. Ik moest denken aan Mark Rutte en Hugo de Jonge. We beschermen de ouderen. We doen het voor de ouderen. Toen dacht ik, dit is wat jullie doen, mensen. Deze mevrouw heeft een half jaar in doodsangst gezeten. Ja, nou ja, om deze reden wilde ik je graag in de uitzending. Omdat ik dit een heel compleet, een heel mooi verhaal vind. Wat er mis is, dat er eigenlijk niet iets mis is. Hoe je dat kan mededelen, hoe je mensen uit angst kan halen. Wat er is gebeurd en wat we moeten doen. En ik hoop dat dit verhaal, net als dat mij heeft geïnspireerd, andere mensen ook inspireert, om het veel meer te hebben over het geruststellen, mensen uit angst halen, in plaats van te vechten tegen een bepaalde vijand. Er is geen vijand, of in ieder geval, de vijand is misschien het gebrek aan kennis die ons in de angst houdt. Dus geef mensen aandacht, vraag hoe het ze gaat, stel ze gerust, we gaan niet allemaal dood. Het is nog steeds dezelfde wereld als 6 maanden geleden. We hebben ons gedrag enorm veranderd. Er zijn heel veel verschrikkelijke keuzes gemaakt. Maar de wereld is nog waardevol genoeg om te redden. En al die mensen die erin leven ook. Dus dit heeft mij ook weer aangezet om meer mensen uit de angst te halen. En ik denk dat als we dit allemaal doen, als we allemaal elke dag 1 persoon aanspreken die in de angst zit en die een beetje aandacht geven en geruststellen, dat we heel snel aan die betere wereld weer komen.
Ik ben het helemaal met je eens. Ik ben het helemaal met je eens. Deze mevrouw was zo bang, vertelde ze me, dat ze niet eens haar huisarts heeft durven bellen over niks. Ze durfde niet. Zo bang was ze door het berichtgeving op de televisie. Ja. Ik ben het helemaal met je eens. Het zou zo fijn zijn als we mensen met feiten kunnen geruststellen. Dat is... Ik vind dat wel de ideale oproep om naar die teststraat te gaan. Want daar zijn dus heel veel van dit soort doodsbange mensen die denken dat ze doodgaan en hebben gewikt en gewogen of ze überhaupt moeten testen, et cetera. Laten we daar naartoe gaan en mensen vertellen van, er is niet zoveel aan de hand. Je gaat niet dood. Je kan je laten testen, maar zelfs als je positief test, is er nog niet zoveel aan de hand. Ontspan. Dankjewel, Johan. We gaan alweer naar de volgende uitzending. Er staat namelijk een filmpje klaar voor YouTube Live. En dat kan je dan bekijken. Dat is voor de kijkers. Ik vond het een heel mooi verhaal. Ik hoop dat we dit vaker kunnen doen. Je bent columnist. We hebben ook het linkje geplaatst van je column op de website. Je hebt een eigen site daarvoor. Ik raad iedereen aan om jouw column te lezen. En ik hoop dat we er nog heel veel opvolgende columns daarvan mogen genieten en geïnspireerd van mogen raken. Ik vind het ook heel mooi om te zien dat er nu steeds meer mensen, ook in de media, die af en toe wordt gedemoniseerd, misschien weer vanuit ons, te zien dat daar ook allemaal mensen zitten met hun eigen denkbeelden en hun eigen twijfels. En jij bent een van de eerste journalisten die er heel openlijk vooruit komt en zegt van, nou ja, ik vind dat iets niet klopt en het is ook mijn plicht om mensen daarin mee te nemen. Dus dankjewel, Johan. Ik wil het echt heel graag gedaan. Top. Tot snel. Tot snel. Fijne avond. Doei. Hoi. Hoi.